Kijkers, Botlek TV, Link Media. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, afhankelijk van wanneer u kijkt. We zijn de polder ingegaan, diep de polder van Simonshaven. Simonshaven aan die kant en aan de andere kant ligt Geervliet. Voor de mensen die een beetje bekend zijn op het eiland voor in de putten, de Groene Kruisweg die van Den Briel ongeveer richting Spijkenisse gaat. En daar dan links van. Dan heeft u enig idee van waar wij zitten. Om hier te komen zijn we drie keer verdwaald, allerlei landwerkjes opgereden, gezocht en niks kunnen vinden. Want het ligt helemaal verstopt. Verstopt in het groen, tussen de weilanden. Prachtig. De wilgen, de bomen. En hier zou je toch niet denken dat dan het ministerie van Economische Zaken hier van plan is om een mega loods neer te zetten. Een loods waar ze waterstof gaan maken, stroom op gaan wekken. Ja, hier in het midden van Voorne Putten. Dat is toch eigenlijk raar, want op zee, voor de kust van Voorne Putten, daar staan grote windmolens, 270 meter hoog. En dan moeten de leidingen worden getrokken naar hier. En we horen zo meteen wel van Anneke Luchtenburg waarom dat moet gaan gebeuren. En dan gaat de stroom hier vandaan weer terug naar de industrie, helemaal op de Maasvlakte. Het is geen water naar zee dragen, het is stroom naar zee dragen. Anneke Luchtenburg, jij woont hier. Klopt. Prachtig in het groen. Je hebt hier een bedrijf. Ja. Wat voor bedrijf? We hebben een akkerbouwbedrijf, samen met onze kinderen. En wij hebben opvolgers, dus wij willen hier gewoon graag ook de boerderij houden. En hier de volgende generatie boer laten zijn. Ja. En wat wordt hier zo een beetje verbouwd? We telen aardappelen, suikerbieten, uien, graan, pompoenen, droogbloemen en knoflook is een nieuw gewas. En wij wonen hier lang in Geervliet. Wout zijn familie Luchtenburg is zes generaties nu boer, altijd in Geervliet. We kennen de grond hier, daar zijn we mee gewend, aangewend. En we doen het op een natuurinclusieve manier met zo min mogelijk gewasbescherming en kunstmest. En daar zijn we echt ver in al. De grond, de bodem wordt steeds natuurlijker. Ja. Maar jij hebt ook stroom nodig, hè, om je bedrijf te laten draaien. Voor de warmte, voor alles waar je mee bezig bent. Ja. Ik neem aan dat je niet tegen stroom bent en elektriciteit, toch? Nee. Wij zijn zeker niet tegen stroom. We zijn ook niet tegen de industrie. Iedereen die hier in dit gebied woont, die is daarmee opgegroeid. Overal waar je staat, je ziet ergens de fabrieken in Europort Botlek gebied. En veel mensen verdienen hun boterham daar ook. Dus we zijn zeker niet tegen de industrie. Maar om nu een fabriek in het groen te zetten, in dat stukje Voorne Putten, waar heel veel mensen wonen die in die industrie werken. Ja, dat komt gewoon, dat past niet. Nee, dat past niet. Maar als ik die kant op kijk, zie ik daar ook al een soort van elektriciteitscentraletje. Dat is dat waar je tegenaan kijkt. In 2009 is daar een schakelstation gekomen. Eerst was het gewoon een mast die daar stond. 2009 is er een schakelstation gekomen om de verdeling van de elektriciteit in een, wat ik ervan eigen heb gemaakt. Het is een soort van kring, waardoor als er iets op de Maasvlakte uitvalt, dan kan dat hier rondgedraaid worden. Dus het is wel essentieel. De gemeente die zegt ook van dat station is belangrijk voor Nissewaard. Op dit moment is het zover dat er een vergunningaanvraag loopt voor uitbreiding. Mm-hmm. Dat gebeurt op hun eigen grond. Dat past daar op wat er nu is. Maar het zorgt wel dat het net stabieler wordt voor de putten. Dus dat is iets wat echt belangrijk is. Dat moet ook eigenlijk gewoon. Maar je kijkt er ook een beetje doorheen. Hè? Het past eigenlijk een klein beetje in, zeg maar, in het landschap. Ja. Je bent er aan gewend. Maar het is heel wat anders als dat je dadelijk tegen een muur aan kijkt van pakweg 25, 40 meter. Ja, en dat in het groene hart van Nissewaard, vlakbij bij de Benisse. Mij is altijd verteld dat dit altijd vrij zou blijven. Ja, dat moet pijn doen. Ja. Nou, het is niet alleen het uitzicht, maar het is natuurlijk meer. Het is van invloed op alles in de omgeving, de natuur, het recreatiegebied, de mensen die daar recreëren, die daar fietsen, die daar met hun kano, hun roeiboten zijn. Het vogeltjesgebied in Biert, daar heeft het ook. Ja, want dit is toch een beschermd weidevogelgebied. Biert is een beschermd weidevogelgebied, dat klopt inderdaad. Ja, ja. Maar ook een stukje veiligheid. Want ik zag net ook de Hartelbrug was een instorting.
storing. De Benelux-tunnel is één kant dicht. De Botlekbrug is ook niet zo heel erg stabiel qua alles. De Spijkenissebrug gaat in onderhoud. Wat als hier nu iets staat waar calamiteiten, waar mensen naartoe moeten? Ja, het is gewoon geen handige plek voor industrie. Dat is eigenlijk wat wij zeggen. Van zo'n grootschalige industrie hoort thuis op de Maasvlakte. Ja, het hoort thuis op de Maasvlakte, maar daar gaat het ook allemaal weer naartoe. Hè? Het wordt hier als het ware veredeld, als het ware. Ja. En dan gaat het echt als stroom of waterstof gaat het terug. Maasvlakte 1, Maasvlakte 2. Misschien wordt het tijd voor Maasvlakte 3. Dus niet te hopen voor Oostvoorne en Rokanje natuurlijk. Die mensen die willen ook graag nog een beetje strand houden. Ja. Maar ja, hier hoort het niet. En dat vindt ook de gemeente. De gemeente is ze waard. Chris Hottentot, de wethouder, heeft ook aangegeven van ook wij zijn hier niet blij mee. Maar we gaan er niet over. Het is het ministerie van Economische Zaken. En wij zullen ook een zienswijze gaan indienen. Ja. En jij hebt hier een open huis gehouden vandaag. Ja. Er zijn allemaal mensen gekomen, die heb je ook opgeroepen. Ja. En dat was allemaal naar aanleiding ook van een bijeenkomst in Carlton Oasis, een hotel hier in de nabijheid, in Spijkenisse, waar mensen voorlichting konden krijgen. Ze vonden het oplichting. Geen voorlichting, maar oplichting. Want ze waren daar en er was niemand die het verhaal vertelde. Maar panelen en het leek wel alsof het allemaal zo was geregeld van tevoren al. Nou, daar is behoorlijk wat commotie over ontstaan. De lokale politiek heeft zich ermee bemoeid. Ja. En jij hebt dus een soort open huis gehouden van mensen. Kijk nou eens hoe mooi het hier is. Geweldig. En laten we het alsjeblieft zo blijven houden. Wat waren de reacties van de mensen? Ja, de mensen, sommigen kwamen uit de buurt, die kenden het hier al. En die kwamen om een hart onder de riem te steken. Maar er waren ook mensen die nog nooit hier geweest waren. En die waren een soort van in shock. Zo van, hoe kan dat nou? Het is zo'n mooi open gebied, hier kan dat toch gewoon niet komen. Dus het is, ja, wat ons ook opvalt, is dat heel veel mensen het gewoon nog niet weten, de plannen. Nee. Daar zit er wel een taak ook voor ons als burgers om dat te vertellen. We hadden eerlijk gezegd ook wel verwacht dat de gemeente ons daarbij zou helpen. Dat is niet gebeurd. Maar goed, nu hebben we zelf de handschoen opgepakt en zijn met een hele groep mensen, en iedereen heeft zijn netwerk, zijn we... Ja, mensen aan het informeren van dit gaat gebeuren. We hebben tot 4 april, dat is superkort, heb je om de zienswijze in te dienen. Dat gaat overigens heel eenvoudig via een website. Ja, daar komen we zo meteen nog even op terug. En dat laten we dan ook uiteraard in beeld zien. Als moeten de mensen nu gauw een pen pakken, een stuk papier. En dan missen ze eigenlijk de rest van het verhaal. Ja. We gaan eventjes praten met iemand van de gemeente. Althans, ze zijn niet van de gemeente, maar zitten in de raad. Ja, ik ben niet voor Nissewaard, maar ik ben van Nissewaard, om het zo te noemen. Maar deze meneer is wel van voor Nissewaard. Dat ziet u heel duidelijk zo op zijn torso. U bent raadslid. Klopt. Naam? Stefan van Nuden, van de partij voor Nissewaard. Lokale politieke partij. En ik ben ook fractievoorzitter van de fractie. Ja. Jullie hebben je geschaard achter de bezwaren rondom de waterstoffabriek, noem ik het maar even voor het gemak. Ja, klopt. Wij hebben ons daar zeker ook over uitgesproken. Dat ook wij vinden dat stroom er moet zijn. Maar niet in de Geervlietse, Simonshavense polder en vooral op de Maasvlakte. Dus daar hebben we ons over uitgesproken. Dus we vinden het een slecht plan om hier de converter en de electrolyzer, zoals de waterstoffabriek in de technische zin ook heet, om die hier te realiseren. Ja. Nou, ik ben blij dat u die moeilijke woorden gebruikt, want ik had ze niet meer uit mijn hoofd weten te vertellen. Maar ja, daar ben je ook raadslid voor natuurlijk. Hè? Moeilijke stukken lezen en dat soort zaken. Dat jullie erachter staan, dat begrijp ik. Maar hoe vertaalt zich dat? Wat doen jullie eraan om ook de mensen mee te nemen in dat proces? We hadden het over zienswijze. Nou ja, dat is toch ook een moeilijk begrip, denk ik. En ik heb ook zelfs wel eens een zienswijze geschreven. Dat is niet zo eenvoudig. Mensen hebben daar nog maar enkele dagen de tijd voor. Help je erbij? Of kan je misschien vertellen wat het precies is? Nou, het is zo'n een zienswijze. Als je hem heel plat zou slaan, is dat een kijk op de zaak. Hoe kijk ik tegen iets aan? En dat heeft te maken met een voorgenomen besluit of iets wat er dreigt of in ieder geval staat te gebeuren. En ben je ergens tegen, dan is een zienswijze heel snel een vorm van een bezwaarschrift eigenlijk. Ja. Hè? Want daar geef je je bedenking in aan en daar kun je dat ook mee communiceren over hoe je erin staat. Nou, in dit geval inderdaad voor dat zoekgebied, hè? Voor die
stations, de converter en het waterstoffabriek, daar kan een zienswijze op ingediend worden. Want er is inmiddels mogelijk dat die hier in de polder zou komen, terwijl er ook alternatieve locaties zijn. Alleen die procedure loopt inderdaad en je hebt tot en met 4 april, begreep ik, de gelegenheid om die zienswijze in te dienen. En wat we dan doen, want je moet daar enigszins in onderlegd zijn. Je kan natuurlijk wel je mening geven, maar er wordt wel iets van je verwacht waarin je een stukje onderbouwing geeft van joh, waarom vind ik het een goed of een slecht plan. Nou, en daar is dit vandaag ook een onderdeel van. Hè, dat we mensen via de familie Luchtenburg benaderen van joh, kom bij elkaar. Laten we met elkaar kijken hoe je zo'n zienswijze kunt opstellen. Ja, maar sorry hoor, maar is de communicatie rondom dit thema niet veel te laat opgestart? Nou ja, daar hebben wij als fractie ook in de gemeenteraad wel ons over uitgesproken. Wij vonden dat ook, hè, want in eerste instantie werd er ook aangegeven, joh, het is een initiatief vanuit het ministerie. Dus in die zin hebben wij als gemeente daar weinig tot geen bemoeienis mee. Nou, wij vonden dat al heel anders, omdat wij zeiden van joh, het gebeurt op je grondgebied binnen de gemeentegrenzen. Dus daar mag je zeker wel wat van vinden. Dus op het moment dat zo'n verzoek komt, ook vanuit het ministerie, hebben wij ook bepleit van joh, dan moet je veel eerder informeren. En dan moet je inwoners betrekken en ook aangeven wat er mogelijk staat te gebeuren. Ja, dat is in dit proces wat ons betreft ook te laat gebeurd. Maar ik ben blij dat het college uiteindelijk wel die zienswijze heeft ingediend. Dus ook zich heeft uitgesproken dat het een slecht plan is om hier in de Geervlietse en Simonshavenpolder zeg maar zo'n installatie te laten komen, verbouwen. En dat als er alternatieven zijn, dat die gewoon benut moeten worden. En zeker als het om de Maasvlakte gaat. Ja, want alle raadsfracties van de gemeente Nissewaard, die hebben aangegeven hier niet blij mee te zijn. Dan zeg ik het zomaar even. Met betrekking tot college, misschien heb je er niets over te zeggen, maar mag je er wel wat van zeggen? Dat is eigenlijk wat u aangeeft. Ja. En dat proces is, naar mening van voor Nissewaard, van uzelf, eigenlijk een beetje te laat op gang gekomen. Dat is toch zo? Ja, dat is precies eigenlijk zoals wij er naar kijken. Alle fracties zijn feitelijk, hebben zich uitgesproken, we zijn tegen dit plan om hier dat te realiseren. En de communicatie had wat ons betreft eerder op gang mogen komen. Klopt. Ja. We gaan eens even praten met een aantal mensen die hier ook naar de boerderij, het Hof van Heden, zijn gekomen. Mensen die een zienswijze willen indienen en die meegenomen worden in dat hele proces. Ik weet niet of het zijn misschien bewoners, zijn mensen die van verre komen. We gaan eens even kijken of we iemand kunnen vinden. U bent in het Carlton Oasis Hotel geweest bij de voorlichting. Uw naam is? Klopt, Hermine van Willigen. En u woont hier in de buurt? In Nissewaard, ja. Gaat het u aan uw hart dat het groen verdwijnt of heeft u een andere reden? Nou ja, ten eerste mijn hele, alle generaties voor mij, die hebben hier het licht gezien, zeg maar, tot 1700. Dus je gaat hier natuurlijk lekker fietsen, je woont vlakbij de Botlek. Dit is hier even ademhalen, het maakt het leefbaar om zo dicht bij de Botlek te wonen natuurlijk. Dus dat zou me heel erg aan het hart gaan. Jij zei van, dit is het groene hart. En dan denk ik van, ja, zo'n waterstoffabriek, dat wordt een hartinfarct. Dan heb ik het. Ja. Het zijn echt de longen, als het ware, van deze omgeving. En dat maakt het onleefbaar. Ik denk dat dat iedereen het erover eens is dat er een soort grens bereikt is. En dat dit gewoon niet kan. U was niet tevreden over de bijeenkomst in het hotel? Nee, nou, ik heb meerdere inloopavonden ook met windturbines en zo. En het is een beetje de trend tegenwoordig om niet een soort centrale presentatie te geven, waarbij je ook elkaars vragen en antwoorden kunt horen. Maar alles wordt altijd opgedeeld of aan tafeltjes. En dit waren gewoon allemaal verschillende schermen. Dus je krijgt ten eerste als burger niet het gevoel dat je bij elkaar, wat je bij elkaar hoort. Alles wordt opgedeeld. En je krijgt ook de informatie niet goed tot je, omdat je dan met 10 mensen bij één zo'n steentje staat, bij één zo'n ja. Ja, hoe noem ik is dat? Is dat bewust zo van verdeel en heers? Ik denk dat het de burger ontkracht en dat het je doet wel aan participatie. Hè? Voor de wet? Voor de wet, maar je betrekt de burger niet. Nee. Dus dat voelde ik gelijk toen ik binnenkwam. Ik dacht, daar heb je weer zo'n avond. Ja. En toen ben ik gelijk heb ik gelijk tegen Jos gezegd. Wie is Jos? Ja, Jos Helbers, die woont in Simonshaven. Die komt straks misschien nog aan het woord. En toen zeggen we gaan direct een appgroep vormen. Dus ik ben niet eens langs die steentjes gegaan. We zijn gelijk allemaal mensen gaan zoeken van wat is je telefoonnummer? Telefoonnummers verzameld. En de dag erop was er een groepsapp. En iedereen die daar dus was, die hadden we gelijk bij elkaar. En toen zijn we gaan inventariseren
van ja, we komen erachter, heel veel mensen weten hier gewoon helemaal niet van. Ze zijn veel te laat geïnformeerd. En toen zijn we gelijk in actie gekomen en had ik ook contact met Anneke Luchtenburg direct. Dus dan heb je gelijk alle belangrijke mensen bij elkaar. Denkt u dat dit gaat helpen? Ik ben wel geschrokken van de... Het is niet zomaar dat er hier een waterstoffabriek komt. Dit is natuurlijk het onderdeel van een heel groot plan. Je kunt dat ook nalezen, VAWOZ intypen. En dan, er zijn natuurlijk heel veel windparken op zee. En dit is een onderdeel. En dan gaan ook allemaal leidingen, ook nog helemaal tot Geleen. En zo, dit is maar een onderdeel van een heel groot plan. En ik denk dat we echt als burgers de koppen bij elkaar moeten steken. Het is het begin van iets waar voorlopig nog geen einde aan zit. Ja. Oké, we gaan nog even met meneer Jos, had u het over, hè? Die gaan we eens even opzoeken. Meneer Jos, waar bent u? Nou, even een zoektocht door het groen. Jos, het blijkt geen man te zijn, maar een mevrouw. Excuses daarvoor. Mevrouw Helbers? Ja. Ja. En waar komt u vandaan? Ik kom uit Simonshaven. Simonshaven, met het pittoreske Witte Kerkje en bekend van de poëzie van Augusta Poel. Ja, precies. Ja. Nou, dat is dan natuurlijk toch een geweldig mooi plekje. Van verre kijk je naar het kerkje toe, tussen het groen. Ja. Bent u bang dat dat wordt aangetast, die omgeving? Ja, zeker. Wij kijken ook zo op het verdeelstation, zeg maar. Het is wel wat verder weg als dat we hier staan. Maar ik ben bij de infoavond geweest. En ik dacht, daar stond een mooi plaatje. Dan dacht ik, nou, dat ziet er wel mooi uit. Maar ik heb begrepen dat het gewoon een heel onooglijk groot gebouw gaat worden. En ja, dat heb ik me wel laten vertellen. Dat er ook heel veel geluid vanaf gaat komen. Ja. Zou dat nou niet verdiept aangelegd kunnen worden? Zijn dat soort vragen gesteld? Want onder de grond, dan zou het toch kunnen? Dat heb ik horen vertellen. Dat ik dacht, het is denk ik geen goed idee. Sowieso de mensen die hier wonen vinden dat geen goed idee. Nee. En ja, ik weet niet hoe het zit. Maar als het met het water doorbreekt, dan is het ook weg. Dus... Als het water breekt, 1953 is alles weg, mevrouw. En dan heb je een andere stroom wat dat betreft. Maar u bent er niet blij mee en u hebt zelf ook een zienswijze ingediend? Ik heb een zienswijze ingediend, ja. En ik hoop maar dat het bezwaar door vele mensen... Ik ben er naartoe gegaan, ik heb instanties benaderd en gevraagd of ze ook die zienswijze in willen dienen. Het is voor 4 april, dus ik vond het in de gemeente staat een rare zin. Ik heb van bewoners gehoord, wij begrijpen niet waar het staat. Dus het is moeilijk om te vinden. Er staat ook nog een typfoutje bij, waardoor mensen niet begrijpen dat dat een soort van bezwaar is. Maar het staat dus bij Niels. Ja, nou ja, dat is, het is gewoon niet goed gegaan. Het is fout gegaan. En het is moeilijk te vinden. Dat denk ik dat de conclusie is. En dat is natuurlijk op zichzelf is dat al heel vervelend. Want dan raakt het in de vertraging, komen er minder zienswijzen binnen. Ja. En of er nou door een fout gaat of dat je er niet geen verstand van hebt of wat dan ook. U heeft wel een zienswijze ingediend. Ja. En u hoopt dat het dus uiteindelijk ergens toe gaat leiden. En dat toeleiden, dat moet dan uiteindelijk zijn dat hier in de polder van... in de polder van Simonshaven in Nissewaard, dat daar niet zo'n verdeelstation gaat komen. Want het verdeelt namelijk de mensen hier zo. Goed, dit was Botlek TV Link Media. We hopen dat u nog op tijd bent om een zienswijze in te dienen. Dit staat inmiddels online en we wensen u heel veel succes. Niet alleen met het indienen van de zienswijze, maar ook voor de toekomst dat het mooi groen mag blijven. Hier in deze omgeving. Tot ziens.